De Goese economie groeit, maar de verdozing neemt ook toe. Het is maandag 6 januari. Dit is Zeeland Nu. Overal verrijzen deze blokkendozen. IJsmeester gezocht op Tolen. En op Walcheren spelen de voetbalclubs samen. Dames en heren, goedenavond. Het gaat goed met Goes. De gemeente heeft er het afgelopen jaar de meeste inwoners van Zeeland bijgekregen. En ook op economisch gebied gaat het voor de wind. Maar daar wordt het allemaal niet per se mooier van. Goes is booming. Het aantal inwoners groeit harder dan in de rest van Zeeland. En ook het aantal bedrijven nam de laatste 6 jaar enorm toe. Op bedrijventerrein De Poel is dat goed te zien. Fijn voor de economie, maar er zijn ook nadelen. Voor het landschap bijvoorbeeld. Dat merken ze in Sheerabtskerke. Voor ons is het wat meer belastend. Je ziet het meer. En is dat vervelend? Nou, ik kan niet zeggen vervelend, maar het valt goed op. In Goes zie je, net als overal in Nederland, steeds meer van dit soort bedrijfshallen. Het college van Rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwden eind vorig jaar nog voor aantasting van het landschap. Er is ook al een woord voor het neerzetten van grote vierkante bedrijfsgebouwen in het landschap. Verdozing heet dat. En het gebouw achter me maakt wel duidelijk waarom dat zo heet. Maar het is de vraag of die verdozing, ook hier in Goes, nog te stoppen is. Nou ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Het woord verdozing suggereert een beetje alsof die dozen als vanzelf oppoppen. Dat is natuurlijk niet zo. Wil je zo'n loods of bedrijfsgebouw neerzetten, dan heb je gewoon een vergunning nodig. De gemeente kan zo'n vergunning weigeren als een ontwerp niet past in het landschap. Maar gebeurt dat ook? Nou, dat zijn er echt heel weinig. Ik kan me een keer een heel groot distributiecentra herinneren. En dat vonden wij niet passend op die plaats in Goes. Maar verder hebben wij geen ondernemers hoeven teleur te stellen. We letten op grootte, dus dat betekent breedte en hoogte, of dat in verhouding is. De manier waarop reclames worden aangebracht op het gebouw. En de manier waarop het inderdaad wordt vormgegeven. Werkgelegenheidsgroei wordt vaak genoemd als een belangrijke reden om bedrijventerreinen uit te breiden. Maar dat klopt maar ten dele. Wat we zien bij bedrijventerreinen is over het algemeen, bij nieuwe bedrijventerreinen in ieder geval, dat bestaande bedrijven uit de gemeente of uit de nabije regio daar naartoe verhuizen. Dus eigenlijk creëer je niet heel veel extra werkgelegenheid, je verplaatst vooral bestaande bedrijven. We zien een aantal soorten bewegingen ontstaan. Het zijn ondernemers die elders vanuit Zeeland naar Goes komen. Het zijn ondernemers die binnen Goes willen uitbreiden, omdat het heel erg goed gaat. En we zien ook starters die een stuk grond kopen en daar een bedrijf op vestigen. Dus we zien verschillende bewegingen. En wat de mogelijke lelijkheid van bedrijfsgebouwen betreft, daar hebben ze in Sheerabtskerke wel een praktische oplossing voor. Nou, een rij bomen aan deze kant van de snelweg, dat zou wel een oplossing zijn. Want dan kun je hier verderop kun je dat zien. Er staan bomen voor en dan valt het beeld weg. Dus dat zou een voorstel zijn van onze kant. Er komt een nieuw publieksevenement rond de uitreiking van de For Freedom Awards in Middelburg. En de mensen die een onderscheiding krijgen, gaan op tournee door het land. Dat zijn de opvallendste plannen van de Roosevelt Foundation en de Stichting Vrijheidscolleges, die vanaf dit jaar intensief gaan samenwerken rondom de uitreiking van de awards. De uitreiking van de For Freedom Awards is dit jaar weer in Middelburg in april. Zeeuwse eindexamenkandidaten zijn de beste van Nederland, blijkt uit de eindexamencijfers van DUO. Gemiddeld was het eindcijfer vorig schooljaar in Zeeland een 6,66. En dat is net ietsje hoger dan de gemiddelde 6,6 van Nederland. Binnen Zeeland scoort het Goese Lyceum het beste met een gemiddelde van een 6,81. Energiedrankjes zijn vanaf vandaag verboden op het Reinaert College in Hulst. Er wordt al jaren gewaarschuwd dat de cafeïnerijke drankjes niet goed zijn voor kinderen. Op de meeste andere middelbare scholen in Zeeland zijn al langer maatregelen rondom het drinken van die energiedrankjes. Of een verbod of voorlichting erover. Zoals op het Ostrea Lyceum in Goes. Iedereen wist, dit is gewoon niet goed voor je. En die kinderen liepen te stuiteren, dat wil je niet weten. En dus werden de kluisjes gecontroleerd, voorlichtingsles gegeven, ouders ingelicht en met succes. Je ziet niet echt vaak leerlingen althans energiedrankjes drinken. Heel zelden. We hebben er met z'n allen de schouders onder gezet om met elkaar het bewustzijn te vergroten. En ook duidelijk te zijn, jongens, dit kan niet, dit is niet goed. En nu geen blikje meer te zien? Nee, ik zie ze niet. De toekomst van de Zeeuwse filialen van modeketen Steps is onzeker. Vandaag maakte het Belgische moederbedrijf van de keten, FNG, bekend dat maar 10 van de bijna 50 filialen open blijven.
En wat dat betekent voor de vestigingen van Steps in Goes en Middelburg is nog onduidelijk. Binnen een aantal weken zou dat bekend moeten worden. En Shirin van Anrooy uit Capelle rijdt vanaf september bij de profploeg van oud-wereldkampioen Sven Nys, Telenet Baloise. De 17-jarige veldrijdster is bezig aan een sterk seizoen tussen de wereldtoppers. Ze werd afgelopen weekend nog derde in een sterk bezette veldrit in Gullegem. Van Anrooy rijdt nu nog bij een kleine ploeg samen met haar zusje Lindy. Die verhuist niet mee naar Telenet. Twaalf jaar lang werd er bij een graadje vorst in Tolen naar hem gekeken. Gijs van de Hoven, de ijsmeester, die zelf overigens niet kan schaatsen. Hij moest groen licht geven voordat de ijzers ondergebonden mochten worden. Maar nu wordt er naar een opvolger gezocht. Bij het eerste laagje ijs op de Tolense vest laait ook na 12 jaar nog steeds de koorts op bij ijsmeester in rusten Gijs van de Hoven. Het doet mijn meetlat pakken, mijn boormachientje, als het zodanig is ver is. En gaatjes boren om te kijken wat de dikte van het ijs is. Dat is dan het belangrijkste. Van der Hoven is tijdens een koude periode de man waarnaar gekeken wordt. Begint ook iedereen aan uw hoofd te zeuren? Ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind het wel leuk, want je gaat dat meespelen. Ja, je moet gewoon even wachten. En juist dat wachten werd men beu in Tolen. Want de vest vroor 10 jaar geleden voor het laatst dicht. Dus werd er een alternatief gevonden, maar... Dat ging niet vanzelf. Ja, dat is een hele strijd geweest met gemeente Tolen. We hebben er 10 jaar voor gevochten voor deze baan. En daar ligt hij dan? En daar ligt hij dan en dat mocht nog lekker met Stichting Stad op eigen kosten. Dus er zit geen centje subsidie op. Nog maar 2 keer kon er op de Oesterputten geschaatst worden. Vorig jaar was er ijspret, maar het jaar daarvoor ging het mis door vandalisme. Dat mag gerust weten, daar heb ik weken niet van geslapen. Dat vond ik echt erg, heel erg. Dat je baan op punt staat om open te gooien en je komt vanmorgen in te zien een grote ijsschot. Dan ga je echt aan het hart, zoiets. Want dan staat te kijken zo naar je ijsbaan en je ziet daar prachtig ijs hebt en het is kapot. Maar ja. Is het eigenlijk nog wel leuk om ijsmeester te zijn in Zeeland met dit klimaat? Ja, dat is natuurlijk een prangende vraag die je nu stelt. Vooral met het klimaat natuurlijk. Dan gaan we stemmen op het allemaal misschien nooit weer met schaatsen. Maar ik ga altijd nog uit van de hoop en het geloof dat het nog, dan echt nog wel een keer kunnen schaatsen. Dat moet dan met een andere ijsmeester, want van de Hovense gezondheid staat de werkzaamheden in de weg. De Stichting Stad Tolen heeft nog geen opvolger. En mocht er onverhoopt deze winter toch een ijslaag vormen en er is geen ijsmeester, bent u dan nog bereid om 1 keer dat pak aan te trekken? Dat ligt eraan hoe mijn gezondheidstoestand is. Dat is echt een dringend beroep, maar dan moet ik mijn gezondheidstoestand goed wezen, anders doe ik het echt niet. Want dan ga ik natuurlijk mijn gezondheid gaan voor alles. Veel voetbalclubs kennen het probleem. Er zijn te weinig dames om een senioren vrouwenteam draaiend te houden. FC Douwendalen, Walcheren en Zeelandia Middelburg hadden daar ook last van. En dus werken ze nu samen. Soms vinden de speelsters elkaar nog niet helemaal. Maar steeds vaker lukt het wel. En dat is knap, want ze spelen pas een half seizoen samen. Ze gingen naar het combinatieteam omdat er bij hun eigen club niet genoeg dames waren om een team te vormen. Wij gingen aan het einde van het seizoen koppen tellen, vorig seizoen. En toen kwamen we uit op een stuk of 12 en dat is te weinig voor een team. Dat gebrek aan speelsters geeft onrust in een club. Alle verenigingen komen steeds mensen tekort. En dan zie je dat ieder jaar de ene hoppen naar de andere en vervolgens weer naar terug. En er komt geen samenhang. En wat veel belangrijker is, als die meiden op niveau kunnen voetballen samen, dan zie je ook verbetering. En verbetering betekent ook leuker voetballen en meer plezier hebben. En uiteindelijk gaat het daar toch ook om. De samenwerking ging niet helemaal vanzelf. Kijk, we hebben wel wat foutjes gemaakt in het begin, want dat is natuurlijk best lastig. Hè? Want je moet dan eerst een commissie hebben en die zegt dan, nou, we kunnen dat wel doen. En dan moet het bestuurlijk nog weer vinden. En laat me ook niet vergeten dat iedere club heeft zijn eigen cultuur. En uiteindelijk bedenk je dan, ja, wat gebeurt er met mijn cultuur? Hè? Clubcultuur, verandert die dan? Ja, die verandert iets. Maar uiteindelijk blijf je lid van je eigen vereniging, maar je kunt wel samen voetballen. Dat is goed. Stap bij midden! Ook voor de speelsters was het even wennen. Die dames van verschillende clubs bij elkaar.
We proberen ook verschillende opstellingen. We hebben nog niet dat je denkt, we elke zaterdag starten we met deze elf. Het is altijd nog een beetje gissen wie waar staat. Maar de trainer wil veel proberen. Dus het is nog wel zoeken. Dus op het veld kan het nog meer een team worden. Maar buiten het veld zit de sfeer er goed in. Dus dan zijn we wel echt een team. En het is een team dat goed gaat in de derde klasse zaterdag. Het combinatieteam draait bovenin mee en heeft de ogen gericht op kampioen worden. Want voor Douwendalen was het de afgelopen jaren vooral net niet. Misschien met de hulp van Zeelandia dat het nu wel lukt. Zij hebben ervaring. Nou ja, wij zijn vorig jaar kampioen geworden in de vierde klas. Maar wij gaan net zo goed mee in hun doel daarin hoor. Ja. Kampioen of niet, trainer en speelsters geloven in de samenwerking. Ik zie het echt wel iets voor de toekomst. Dus ja, het zou wel echt heel mooi zijn als we een stap omhoog kunnen en dat zo kunnen opbouwen. En misschien ook meiden van andere verenigingen die ook hoger op willen erbij kunnen betrekken. Ik hoop dat dit voor een langdurige tijd is, want dit is toch wel het beste. Dat je gewoon een grote groep hebt en dat je geen tekorten hebt. En dat dan bestuurders met elkaar daarom in elkaar slaan en zeggen van luister, we zitten hier op Walcheren. We zitten allemaal op een stroom van 5 tot 15 kilometer van elkaar vandaan. Laten we lekker sporten. En dan zien we nog veel meer van dit soort acties op de Zeeuwse voetbalvelden. Het team staat momenteel derde in de derde divisie. En dan nog even dit. 30 januari is het Nationale Gedichtendag. En nu leek het ons leuk om een gedichtenwedstrijd te organiseren. We wonen tenslotte in de mooiste provincie van Nederland, nietwaar? Dus schrijf een gedicht en stuur het ons. Een klassiek vers of een moderne rap, het mag allemaal. Maar we zoeken wel kwaliteit en originaliteit. Dus zeg nou niet, ik loop hier langs de zee, ga je met me mee? Maar probeer het nou eens te omschrijven. Zoals bijvoorbeeld de dichter Johanna Kruijt. Die heeft het over zoemende, zondige, zotte zee en het wiegende, wassende water. Op onze site vind je alle spelregels. Succes! Poëtisch weer, ook vandaag. De zon was er eindelijk weer eens goed bij. Temperatuur lag rond de 6 tot 8 graden. En na een wat natte nacht lijkt morgen opnieuw droog en zonnig te worden. Net als vandaag. Misschien wel iets meer bewolking, maar dan wel weer wat warmer. Maximum temperatuur ligt rond de 9 graden. Zometeen is het tijd voor het evenement van de week. Deze week waagt collega Esther Dijkstra zich aan de wintersport bij uitstek. Curling. Nee, dat is geen geluksspel. Dat is echt een tactisch spel. En we zijn accountants, we overleggen goed, we denken goed na. En dan vervolgens een puntje pakken en met de winst weggaan. Dat straks gevolgd door het weerbericht van Jules Gernaert. En ik wens u voor nu alvast een hele fijne avond.